In 2020 moet Nederland een van de duurzaamste landen van Europa zijn. Men is hard op zoek naar nieuwe brandstoffen die geen schadelijke uitstoot meer hebben en duurzamer kunnen worden opgewekt. Joep, Jaro en Len gaan uitzoeken wat de auto en de brandstof van de toekomst wordt. Nou Jaro, dan gaan we hier naar de 3D-printers toe. Okay. Iedere keer als die laser op die poeder komt, dan wordt die poeder hard. En daardoor krijgen we harde kunststofmodellen. Ik zie de binnenkant van de auto. It's a very nice car. Ik kon zien hoe de auto uiteindelijk zou worden. Ik wil graag dat jullie de auto van de toekomst voor mij schetsen. Wat ik nu heb gezien, vond ik echt wel heel cool. Hoe denken jullie nou dat de auto van de toekomst eruit gaat zien? Het gaat heel erg veranderen. Dus, maar vooral qua brandstof, denk ik. Heel erg goed voor het milieu moet worden. Anders gaat de aarde niet heel lang meer mee. Want als je ook kijkt op internet, zo zie je ook van die auto's een soort van hele aparte vormen en zo, als je auto's van de toekomst ziet. De auto van de toekomst vraagt om een moderne manier van ontwerpen. Duurzaamheid en efficiëntie spelen hierbij een belangrijke rol. Joep is uitgenodigd in Turijn, bij het toonaangevende bureau Grand Studio, en vraagt zich af hoe zij te werk gaan. Hello, my name is Joep. Are you Andrea, the chief car designer? Yes, I am. Nice to meet you. Yes, welcome in Grand Studio. Yes. Thank you. Can you show me around? Sure, sure. You want to join me? Yes. So, your first time in Torino? Yes. Nice. Grand Studio maakt voor heel veel grote automerken de ontwerpen. Dus dat is echt wel heel bijzonder als je daar uitgenodigd wordt. Welcome in the big room, yes. So what is the first step if you want to design a car? Well, the first step is once everything's clear with the client, for example, you start to use the pencil. Like it's something that we really like to do. Because only with the pencil, you really know how to shape a car and how to evolve the first line into a vehicle, for example. And you already see here some samples. That's actually the really first sketches you do. Okay, you said you make sketches. How many sketches do you make in the whole process? Well, it depends. It can be 100 of sketches, can be 1,000 of sketches. You never start immediately with a pencil in sketching cars, but you try to make questions about what the client wants in the future. In the design of the car, do you consider that you make it so eco-friendly as possible? Nowadays, you have to approach the car design in this way because you can't accept anymore to just doing things. Because anyway, the materials is still related to the eco-friendly approach of the car design. So for sure, yes. You must work in an eco-friendly way. Ik had ook eigenlijk al verwacht dat ze heel veel rekening houden met de duurzaamheid tijdens het schetsen. De eerste stap is dus het schetsen van een model. De tweede stap is het maken van een klein model. And here we are with a clay model. Oh, so this is a clay model? Yes, it is actually. It's handmade. So you do a scale model to understand a bit the proportion, following the lines, try to correct the balance of the car, you get the real feeling of what you want to achieve. This technique to work on a scale model is something that was really common in the past years. Okay. But lately, actually, the car design, we change a bit the process in the way to be more quick and efficient. But I don't want to say nothing yet because we are going to the other room and I will show you how the process evolved. So okay. You can come with me, yes? Okay. Het moderne ontwerpen heeft een moderne aanpak van produceren nodig. Daarom is 3D-printen in opkomst. Jaro zoekt uit hoe dat zit bij de grootste printer van Nederland. Hoi, ik ben Stefan. Klopt, Jaro, ik verwachtte je al. Je kan wel eens vertellen over 3D-printen. Dat klopt, ik kan je heel veel vertellen, ik kan je ook heel veel laten zien. Nou Jaro, zoals je weet zijn er heel veel mensen met 3D-printen bezig. Zowel mensen gewoon thuis als bij bedrijven. En wat wordt er nu op dit scherm gemaakt? Nou, dit is een klant en die zit in de autowereld. En die heeft ons een model opgestuurd, een grote buis zoals je kunt zien. En die buis die moet 3D-print worden in kunststof. Wat is het voordeel van 3D-printen?
Snelheid is een heel belangrijk voordeel. En voor bedrijven vaak kosten. Dus het is vrij goedkoop om met 3D-printen te werken. Maar je kunt ook lichtgewicht modellen maken. Hele complexe modellen. Dus je hebt een bepaalde mate van vormvrijheid. Ja. Dat is ook wat je hier nu net op de computer voor je zag. Dat zijn echt de voordelen. Nou Jaro, dan gaan we hier naar de 3D-printers toe. Oké. Okay. Nou Jaro, deze grote witte machines, dat zijn onze 3D-printers. Ze lijken niet echt op die 3D-printers die ik wel eens met mensen thuis heb gezien. Ze lijken meer op een soort van hele grote witte oven. Ja, het zijn ook wel hele warme machines hoor. Dus we printen hier ook met 180, 190 graden. We leggen iedere keer hier een laagje voor laagje poeder neer, dus kunststofpoeder. En als hij dat heeft gedaan, dan gaan de lasers die boven in deze printer zitten, die gaan de contouren laseren van het product wat hij moet hebben. En iedere keer als die laser op die poeder komt, dan wordt die poeder hard. En daardoor krijgen we harde kunststofmodellen. Persoonlijk vind ik het leukste als deze machine klaar is. Dan moet die bak afkoelen en dan kunnen we hem uit gaan pakken. En dat doen we in de ruimte hiernaast. Wil je dat zien? Ja, heel graag. Ja, kom maar mee. In Londen was Len zo onder de indruk van alles wat hij heeft gezien, dat hij nu zelf een auto van de toekomst zou willen maken. Om meer ideeën te krijgen heb ik aan mijn klas gevraagd hoe zij de auto van de toekomst eigenlijk zien. Hallo jongens, ik heb jullie hulp nodig. Ik ben een auto aan het bouwen van de toekomst en ik wil graag dat jullie me daarbij gaan helpen. Ik wil graag dat jullie de auto van de toekomst voor mij schetsen en ik ga de bladen uitdelen en dan gaan jullie daar met een tweetal op tekenen. Wat voor auto zijn jullie aan het maken? Wij zijn een auto aan het maken met 6 wielen. En je hebt een dakplaatje die open kan, dan komt er muziek uit. Wat voor auto zijn jullie aan het bouwen? We hebben een auto gemaakt en die is hier een beetje gestroomlijnd. En hij heeft een schuifdeur met een oogscan. Heel erg bedankt dat jullie me hebben geholpen. Ik heb heel veel ideeën van mijn klas gekregen. Sommige waren een beetje raar. Maar ik heb er wel heel veel van kunnen meenemen in mijn project. Het model is geprint. Aan Jaro de taak om het uit te pakken. Nou Jaro, dit is die grote bak die uit de printer komt. En dit is eigenlijk het leukste deel. Hier zit een model in. En die mag je straks gaan uitpakken. Hetzelfde model als wat we op de computer hebben gezien. Ja, dat klopt. Hoe lang heeft hij nou over gedaan om dit te printen? Nou, we zijn ongeveer 24 uur bezig geweest. En nu moeten we hem nog even af laten werken, zodat we hem daarna kunnen versturen. Stefan, denk je dat 3D-printen de toekomst heeft? Ja, dat heeft absoluut de toekomst. Als we zien wat voor groei er nu al gaande is, ja, dan kunnen we in de toekomst alleen maar spreken van heel veel kansen. En wat printen we dan in de toekomst? Als je bijvoorbeeld naar de medische wereld alleen al kijkt, dan zie je dat er nu heel veel protheses geprint worden en operatiegereedschappen. En andere industrieën steeds meer machineonderdelen, metalen. Ja, daar wordt echt heel erg veel geprint straks. Dus een hele mooie toekomst. Ik denk dat door het 3D-printen hele toffe nieuwe dingen kunnen worden gemaakt die nooit eerder konden. Terug in Turijn ziet Joep de nieuwste manier van autodesignen. Welcome to the virtual reality. As I said before, actually the clay model is a bit not the fashion, but it's something that is changing. And in this room, normally we visualize the 3D model and we actually get inside the car. So now is your turn. Oh, cool. You can try it. Yes. Actually, if you go inside the car, like you can keep this. Can you see it now? Yeah, I can. Yes. Wow, it's a very nice car. Ik kon zien hoe het interieur eruit gezien, hoe groot die was. Het was echt wel heel cool. Also in the interior, you can have the feeling of space and the dimension of every details. So without like doing models over models, so it's also eco-friendly this process because you don't waste money in materials, in building prototypes. But you can get immediately the feeling of space. Yeah, at the same time, you can communicate with your client, for example, the other side of the world. For example, if the client wants to see what you see right now, he can use the same technology in Asia, United States, or Europe, and you can talk to him and actually improve the interior with him. All right. So, what's your trip inside the Senova? So cool. That's good.
Thank you that I can be here. Nice to see you. And enjoy your trip back to Holland. Thanks. Volgende week in Generation Discover, de auto van de toekomst. En daar zit de brandstofzaal. En waar zit nou eigenlijk de uitlaat? Hij rijdt nu op stroom, maar ik wou hem omtoveren tot een op waterstof rijdende modelauto. Hydrostick. Dit is Redshift, onze nieuwe zonneauto. Nou, hij verplaatst 5,5 ton aan lucht. Generation Discover wordt mede mogelijk gemaakt door Shell.